We zijn bij dit proces betrokken geraakt. Volgens mij helemaal aan het begin. Ik helemaal aan het eind. En Robin helemaal aan het eind. Dus ik doe wel vaker een opdracht voor Scissor. Scissor maak ik een muziekje dat dan misschien voor reclame gebruikt wordt. Bij deze Skoda commercial was het een iets ander verhaal, omdat er nog geen commercial was. De commercial ging om de muziek heen gemaakt worden. Dus het was tamelijk vaag, maar daardoor ook wel heel leuk, omdat het heel erg open was. Dus ik ben toen met Luca de studio ingegaan. En toen hebben we een paar... Aan de hand van een referentietrack hebben wij een nummer gemaakt. Toen de briefing kwam, zat daar een script bij, zat een moodboard bij, er zat een slogan bij, Live Like You, die was vrij belangrijk. En een verhaal over het personage. Het zou iemand in de 40 zijn, een tienerdochter hebben waar hij mee samenwoont nog. En hij speelt in een bandje. Het muzikale profiel daarvan was nog niet heel erg uitgediept. Bijvoorbeeld, wat is het voor bandje of waar luistert hij naar? Dus dat vond ik heel belangrijk dat we daar eerst meer verdieping in zouden brengen. En het werd mij ook daarin wel snel duidelijk dat ik niet wilde dat hij in een elektronisch duo zat bijvoorbeeld of dat soort dingen. Maar dat ik gewoon wilde dat het een normaal bandje was. En dan kwamen we al snel met wat music research bij wat oudere bands. Dachten, nou ja, hij luistert waarschijnlijk wel naar de Rolling Stones, Led Zeppelin, Doobie Brothers, James Brown. Al dat soort dingen die ook leuk zijn om met een band te spelen. Maar dat profiel alleen was nog niet interessant genoeg. Want als ik dat zou volgen, dat proces, dan zou ik met bands gaan werken met mensen die in de 40 zijn. Die dat soort muziek maken. Maar ik dacht, het eindresultaat daarvan is niet wat ik zou willen bij deze film. En toen kwam er een andere gedachte, namelijk dat dit soort vaders ook wel eens nieuwe bands adopteren in hun muzieksmaak. En met nieuwe bands kan je denken aan de Black Keys of de Strokes, weet je, dingen die ze dan ook heel erg tof vinden. En toen dat erbij kwam, werd het voor mij veel interessanter. En toen dacht ik, oké, dit gaat ons heel erg veel helpen in het proces. En bovendien was daar dan ineens voor mij het aspect van die tienerdochter wat er heel erg bij kwam ook. Ik dacht, er is niks wat wij kunnen maken of weet je wel, wat die vader ooit zou doen in zijn band of wat hij zou luisteren, wat die tienerdochter leuk zou vinden. Ik dacht van, die dochter kan wel ooit een vriend hebben, of een vriendje, en die zou dat soort muziek wel kunnen luisteren en die zou wel kunnen denken van, wow man, je hebt echt een coole vader. En dat idee was voor mij heel erg inspiratie voor de rest van het proces, met wie ik zou gaan werken, et cetera. Ik denk dat jij die riff had je al liggen en je had al tekst en zo. En toen zijn we dat op een groove gaan zetten. En ja, een beetje in een vormpje gaan gieten. Normaal, als je dan ziet dat het shot verandert, kun je daarop inspelen door naar een ander stuk in het nummer te gaan en zo. Maar we hadden dat beeld niet. Dus het was inderdaad wat Paulus zei, heel vaag nog in het begin. En we hadden gewoon een nummer geschreven van een minuut of anderhalve minuut of zo. Ja, het voelde gewoon als, ja, we hebben een vette track gemaakt. Geen idee of... Of Skoda of Scissor hier iets mee kunnen, maar... Toen duidelijk was wat we wilden gaan doen, was de briefing was nog steeds heel erg breed. We konden ervoor kiezen om iets te gaan doen wat heel erg groove georiënteerd was en minder op tekst. Of iets wat juist heel melodisch sterk zou zijn. Ik heb hier in de studio dingen opgenomen, maar ik wist ook gelijk van, we moeten met De Wolf gaan samenwerken. Want ik kende Pablo nog van het conservatorium. We hebben bij elkaar in de klas gezeten. En toen we waren afgestudeerd, hebben we nog een paar keer samengewerkt. Maar dit voor mij, deze briefing, was gewoon op hun lijf geschreven. En dus ik zei, willen jullie een track hiervoor maken? Heb ik heel kort gebriefd. Lyrics, waar ze op moesten letten. Structuur, Live Like You uiteraard. Maar verder heel veel vrijheid bij hunzelf gelaten. En toen die track bij ons binnenkwam, nou, het was gelijk duidelijk eigenlijk. Toen waren we allemaal zo van, oké, dit is hem. Het is een toffe song, het is een coole song. Hij is mega geschikt voor deze campagne.
voor de band in de video met name. Want er zit een band met acteurs, instrumentalisten, zeg maar. En het is een perfecte song om te kunnen spelen. Het ging in één dag. Het duurde één dag van bedenken totdat het gemixt was en zo. En toen aan het einde van de dag hadden we zoiets van, wow, dat is wel echt een vette track geworden. En toen eigenlijk echt later, pas een maand of langer nog, later toen hoorde onze manager het. En toen zei hij, ja, maar dat is toch gaaf, dat kunnen we toch met De Wolf uitbrengen. Want ja, dat versterkt elkaar. Dat is gaaf als De Wolf dat nummer uit kunt brengen en dat het tegelijkertijd in die Skoda commercial zit. En toen dachten wij, ja, dat is inderdaad cool, maar het is geen De Wolf nummer, want Robin speelt er niet op mee. En toen bedachten we, ja, maar daar kan natuurlijk wat aan gedaan worden. Ja, dus toen kwam ik naar de studio. En toen heb ik wat een hele vette Hammond sound met een wah-pedaal en gitaarversterkers. Heb ik daar een solotje in gedaan, een refreintje, nog wat Hammond in gespeeld. En toen was hij 10 keer zo goed, dat nummer. Het was 1,5 minuut, dat was zo van de opdracht, maak een nummer van 1,5 minuut. En toen het bleek dat dit het nummer ging worden voor de commercial, want dat is altijd dan de vraag. Er zijn meerdere inzendingen en het is altijd dan, daar wordt de beste dan uitgekozen. Toen hadden we 1,5 minuut nummer, maar toen bleek dat het toch langer moest zijn. En toen hebben we er gewoon nog een couplet bij gemaakt. We hadden de muziek, maar de film moest nog geschoten worden. En in die film was al snel duidelijk dat de band die daarin zou spelen, dat grotendeels acteurs zouden zijn met wel iets van muzikale achtergrond, maar geen professionele muzikanten. Met name omdat het hoofdpersonage, die vader, nog in meerdere films zou terugkomen. Dus dat moest wel hij zijn die dat dan zou drummen. Ook zou dat drumstel voorin komen te staan, dus voor de band. En daardoor werd het heel belangrijk dat alles wat hij doet op dat drumstel, dat ook klopt met de muziek. De drummer zelf, dus het hoofdpersonage zelf, was geen professionele drummer. Dus we hebben onze collega Niels daar nog heen gestuurd als handdrummer. Om gewoon bepaalde fills goed te kunnen spelen die ze daar wilden hebben. Als ze bijvoorbeeld een close-up op een fill wilden hebben die er misschien niet was. Dan konden we dat later weer hier opnemen, weer wat extra drumfills opnemen, zodat het allemaal goed zou kloppen. En dit alles was gewoon een heel flexibel proces. Het was heel fijn met De Wolf en met Optimist. En om het gewoon heel realistisch zo neer te kunnen zetten.